Hey, en welkom terug. Nu je weet hoe het is om te manifesteren in de nieuwe tijd, is het belangrijk om te leren je transformatiekracht goed te gebruiken. Wanneer je jouw transformatiekracht goed leert gebruiken, zal het vertrouwen in jezelf sterker worden. En je zal weten dat je echt zelf je eigen leven ervaart. Hoe hoger jouw energie en frequentie, hoe krachtiger jouw transformatiekracht. Dus dat betekent dat je dus een ruimer bewustzijn nodig hebt om te begrijpen waar je mee bezig bent, zodat je niet het verkeerde aantrekt. Je transformatie en manifestatiekracht is de kracht om via je gedachten en gefocuste intentie iets naar je toe te magnetiseren, waardoor dat het in je realiteit verschijnt. En je transformeert je leven zodat je de hoogst mogelijke leven leeft. En hierdoor zorg je ervoor dat dit leven in deze incarnatie één van de belangrijkste wordt. Eén stempel zet op de wereld. Nu, hoe hoger je transformatiekracht, hoe gemakkelijker dingen aantrekt. De maat is ook dat wanneer jij onbewust met je gedachten omgaat, je resultaten zal krijgen die je liever niet aangetrokken. En wellicht trek je dan zaken aan die je liever vermijdt of niet wil ervaren. Manifestaties bestaan eigenlijk niet, maar wel verkeerde gedachten. Bewustzijn over elke gedachte en elke overtuiging helpt je om op een moeiteloze manier te manifesteren. Dus kijk, vraag jezelf af, waar zijn de dingen die jij als waarheid aanneemt? Welke angsten houden je nog tegen? Nu, om te zetten tijdens het manifestatieproces, wil ik alvast enkele punten geven, zodanig dat je bewuster kan gaan manifesteren. Het is belangrijk dat je bent en wat je hier op aarde komt doen. Tweede, geloof in jezelf en meer nog vertrouwen in je manifesteren. Het derde is, weet waar je heen wilt, dat je wens manifesteren zonder dat je het verliest in de details. En vierde, spreek en leef vanuit de energie die je wenst te ervaren op het moment dat de manifestatie zich toont in realiteit. Dat is eigenlijk een beetje het fake it till you make it principe. Nu, mocht je meer willen leren over het manifestatieproces op zich, dan kan je op mijn website een videoserie aanschaffen waar ik nog meer leer en vertel over hoe dat je manifestatie... Wat dat de reden zou kunnen zijn dat je mens nog niet hebt ontvangen en zo meer. Ik zet de link onderaan ook deze video. Nu, ik maakte die videoserie omdat innerlijk werk zo nauw verbonden is met bewust manifesteren. Dus, en hoe meer eenheid dat je creëert in jezelf, hoe meer dat je vrouwelijke en mannelijke energie in jezelf laat samenwerken. En dus hoe meer dat je dan ook werkt met de kosmische flow van de kosmos natuurlijk, van het universum. En zo ontstaan moeiteloze manifestaties waarbij het universum voor jou gaat gaan werken. Maar dat kan alleen wanneer je vertrouwt, de controle loslaat en open bent om te ontvangen. En laat net nu dat het moeilijkste zijn voor de meeste mensen. Maar ook dat is slechts een oefening. Wat als het eenvoudig en moeiteloos gaat om open te zijn, om te vertrouwen en je in overgave te leiden door het universum? Het strapje met jou is karma uit vorige levens. Want het kan zijn dat karma uit vorige levens en je familielijn ervoor kan zorgen dat je onbewust andere manifestaties aantrekt. En dit gebeurt omdat je eerst lessen te leren hebt. Zodra je daar hebt, zal je dus niet in staat zijn om je verlangens op een moeiteloze manier te manieren. Nu, karma is niet iets nieuws dat je overkomt. Het is eigenlijk een disbalans in energie die door jezelf gecreëerd is of door zielen uit je familieleven. En dat kan dus zowel uit het huidige leven als uit het vorige leven de les te leren die met karma te maken heeft. En dat je nog nu andere keuzes te gaan maken. Misschien waarvoor je staat om een relatie aan te gaan met een ander door jullie afkomst. De ene was rijk, de andere was arm. En nu in dit leven is dat anders. Dus als jullie elkaar wel lessen te leren hebben, dan zal je in dit leven opnieuw de kans krijgen om die relatie aan te gaan. Betekent dat dan dat je nu wel moet samenblijven? Niet noodzakelijk, want ook dat hangt dan weer af van de lessen dat jullie elkaar leren. Van de afspraken dat jullie gemaakt hebben en van het karma dat jullie uitwerken hebben. Dus karma is zeker negatief. Het wordt wel als negatief ervaren wanneer je eigenlijk ten koste van andere zielen jezelf verrijkt hebt. Of wanneer je andere mensen misbruikt hebt. Karma kan ook zijn dat je in de vorige zelfmoord gepleegd hebt bijvoorbeeld. Daardoor heb je dan toen die lessen geleerd en krijg je hem nu opnieuw voorgeschoteld. En dat is ook de enige reden waarom dat we uiteindelijk hier als zielen rondlopen op aarde. Het leren van lessen, zodat onze ziel wijzer wordt. Nu, van zodra de nodige lessen geleerd zijn, kan je door naar het volgende level, waar je dan weer nieuwe lessen kan leren. En tijdens het manifestatieproces is het belangrijk om te kijken wat dat er mag veranderen in je leven, zodat je manifestatie binnen kan komen. Zolang dat je vasthoudt aan het verleden, kan het nieuwe niet binnenkomen. Zo simpel is het. Je kan het vergelijken met een fles water. Zolang de fles water vol water, dan zal je daar geen vers water in de fles kunnen doen. Je kan er water bij doen, maar het zal automatisch beïnvloed worden door dat slechte water of door dat vieze water.
Schiet de fles uit en laat het vieze oude water los. En dan krijg je letterlijk de kans om de fles opnieuw te gaan vullen. Je maakt een nieuwe start door het oude los te laten. Zo eenvoudig is het. Werken kan je de eigenschappen die je nodig hebt versterken, zodat blokkades kan werken. Dus de stralen kun je helpen met het healen van emoties en trauma, overtuiging en brengen inzichten waar dat nodig is. Met de stralen is net werken met alle elementen dat het universum jou aanbiedt. Leer hoe je een meester-manifestator wordt en werken in jezelf. Dat was deze video en dan gaan we terug. Oeps, ik had bijna een kaart helemaal gekraakt. Was ik wat te gevig. Oké. Even laten wat we vandaag nodig hebben. Ja. Nog een boodschap. Oké. Oeh. Ik lag bijna aan de grond. De eerste kaart die naar boven gekomen was, is je kracht komt van binnenuit. En dat is ook zo. Je hebt eigenlijk niets buiten jezelf nodig om je dromen en je wensen en je verlangens te manifesteren. Elke kracht die je nodig hebt of denkt nodig te hebben, zit reeds in jou. En de volgende, je blauwdruk, dus dat is eigenlijk je ware essentie, is er één van zuiverheid, eenheid en ware liefde. En dat is hetgeen wat we doen wanneer dat we aan het ascenderen zijn, wanneer dat we werken aan onszelf, doen we terug naar die onschuld, naar die liefde en naar de eenheid. Zuiverheid. Zo, dat was het voor nu. In de volgende video sta ik eventjes stil bij tweelingvlammen en waarom dat die ook verbonden zijn met de universele vlammen.